Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Voor de havermoutscones heb je nodig havermout, wat bloem. Ik denk dat je ze helemaal clean had kunnen maken, maar ik had nu geen zin om te experimenteren. Dus voor nu gewoon even met gewone bloem. Wat melk, en ik denk dat je ook wel plantaardige melk of wat water kan gebruiken als je geen gewone melk erin wil doen. Wat bieslook, koude boter, bakpoeder en wat zout om het op smaak te maken. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de bloem, de bieslook, het zout en het bakpoeder met elkaar. En kneed met de boter hier een kruimeldeeg van. Onthoud dat je echt koude boter moet gebruiken, anders krijg je geen kruimeldeeg. Dan gaat de havermout en de melk erbij en kneden we er een gladde deegbol van. Bekleed een bakplaat met bakpapier en rol de bol deeg uit tot een platte koek. Uitvinding, dat moet je niet op zo'n rooster doen, want dan krijg je er van die inkepingen aan de onderkant van. En je hoeft ook geen deegrollen te gebruiken. Het is juist wel leuk als je een beetje aan de zijkantjes inscheurt. Dan krijg je er een rustic effect van, zoals ze dat bij Australian Masterchef zeggen. Steek een duimpje op als je Australian Masterchef kijkt. Als je een platte koek hebt, dan leg je hem op de bakplaat. Oei. En snij je hem alvast in 8 stukken. Dit had ik ook beter net even kunnen doen, maar goed. You get the point. Hoe leuk is dit trouwens in plaats van gewoon brood? De havermoutscones gaan nu voor 20 minuten de oven in op 200 graden. Jee, ze zijn klaar! Oeh! Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Die zou ik het liefste op de dag zelf maken. Stop ze in de oven als je begint aan het voorgerecht. Ze duren ongeveer 20 minuten. En dan